Dit is nieuwsuitzending nummer 191. En we zijn hier met getuige X11 voor de tweede keer over de dood, maar dan het vervolg. En wat erbij hoort. Proost. Ja, naast erop, ja. Neem even een slok. Even heel belangrijk. Het is wel heel erg gezellig, vind ik. Gezwellig. Ja, gezwellig. Of is het tumorisch? Ja. Kop hem er even in. Ja, precies. Als jij een slok neemt, dan neem ik hem daarna ook. Ja. En dan zullen we het samen hebben over het vervolg. Het vervolg, ja. Want als je het toch hebt over de dood, dan ben je waarschijnlijk bewust van het leven. Mijn oma die zegt altijd, pijn, dat is de, ik zou zeggen fijn, dat is iets wat je doet herinneren dat je leeft. Nou ja, pijn heb je niet meer als je dood bent. Dus, ik bedoel, als je erover nadenkt, eigenlijk zeggen ze wel hetzelfde, hè, de dood en het leven. Oh. Ja, pijn doet je dus herinneren dat je leeft. Ja, en ik heb wel eens gedacht, van het leven is net als een ritje of een bezoekje aan de Albert de Gein. Of de co-op of zo. Ja, oh nee. Ja, nee, ja, het is allemaal vervelend. Een soort van coöperatie is het, hè? Ja, of de spar. Zo. Ja, ze wel en een potje sparren. Ja, dan heb je zo'n winkelwagentje of zo'n mandje en je mag gratis mag je er van alles in stoppen. 1 minuut. Nee, maar in principe onbeperkt lang in de supermarkt. Ja, ja, oh, dat is waar. Nou, totdat het sluitingstijd is dan, hè? Ja, dan... Ja, mijn zeut is nu echt afgelopen. Dan komen ze je ophalen. Het punt is, voordat je dus naar buiten mag, met je fijne boodschappen... Ja, dan komt de rekening. Ja, dan komt de rekening. Ja. Dus dan, ik denk ook eigenlijk dat het niet anders kan. Want anders zou er sprake zijn van gratis energie. En je kan je gewoon te buiten gaan, je mag iedereen verneuken, want je gaat toch dood. En diegene die je verneukt hebt, die gaat toch ook dood, dus we maken het uit. Maar volgens mij is dat niet zo. Nee, het is geven en nemen. Het moet in balans zijn. In balans. Ja, en die mensen in de supermarkt, die staan er ook niet voor niks uit. Hè? Ja, nee. Je moet dus wel wat doen. Het zou eigenlijk wel zo moeten zijn dat het gratis energie zou zijn. Ik bedoel... Het is volgens mij gratis, als je maar weet wat de energie is. Ja, of hoe je gewoon heel sneaky een rolletje drop in je zak moet steken. Ja, of 100 kilo koper. Ja, pijpen. Koperige pijpen. Zo kan je ook aan je geld komen of eten. Of zo. Waar kan ik hier koper om te leren pijpen? Ja, en dan wel in die kleur, weet je wel. In die kleur. Niet dat andere, hè? Ik bedoel, nee, maar als we het over supermarkten hebben, dan denk ik altijd meteen... Echt zo'n... Oh nee, dat gaat met tijd, weet je. En dan sta je daar voor je schap en zo. En dan wil je brood beleggen of zo. En, ja, toch, weet je, je ziet al die keuzes zo. Oké, misschien moet ik dan dit keer iets anders kiezen dan normaal, weet je wel. Maar, als ik even mag inhaken... Als ik dus, dat heb ik echt geleerd van Wijnanda, de moeder van mijn kind. Nu praat ik respectvol over haar. Ja. Dat mag ik dan aannoemen. Zij en ik waren het er voor één of meerdere dingen eens. En het was, één van die dingen was, je gaat gewoon de supermarkt in en je kijkt waar je oog je trekt. Ja, aftrekt, ja. Ja, aantrekt, aftrekt, ja. En dan moet je denken van, oh... En dan weet die verse worst, die hoef ik niet. Ja, nou, kijk dan misschien naar. Nou, misschien kijk je wel naar tomaten of augurken. Ik wil augurken met slagroom. Maar, hebben ze zwangere vrouwen toch altijd? Dat ze dan willen ze augurken met slagroom. Nee, daar heb ik geen last van. Nu we het toch over de dood hebben. Ja, nou, dat hoort erbij. Come on. Hoeveel mensen gaan de dood, weet je wel, per minuut? En hoeveel worden er geboren? Er moeten mensen bijkomen. Ja, zo. Al zijn straks alle mensen op. Nou, lijkt me geen slecht idee trouwens, hoor. Ja, please. Oh ja, en hoe gaan die krokodillen dan van hunzelf... van hun eigen soort mooie handtasjes maken voor hun vrouwen. Ik kan je vertellen, die evaluatie... Hoe gaan die krokodillen gaan er niet lukken? Daar zul je nog versteld van staan. Maar of van olifant, hoe maak je van een olifant de piano? Wij kunnen dat. Dat kan je wel van een zebra.
Een olifant ook hoor. Nee, een zebra is makkelijker hoor, die streepjes. Heel zwart-wit. Je hebt dat, die tanden? Van ivoor. Ja. Maar je hebt geen zwarte ivoor. Ja, dan zullen ze verrot zijn. Maar weet, hoe doe je een olifant in een koelkast? Het is de eerste keer dat ik hier goed over nadenk. Dus ik heb even de tijd. Hoeveel seconden? Of weet nou, oké, zal ik even verklappen? Doe maar. Eerst de olie eruit laten lopen. En dan het vantje opvouwen. Ja. Nou, en hoe doe je een zebra in de koelkast? En, dus streepje voor streepje. Oh, kijk. Daar zijn we weer bij de piano. Dus die olifant en die zebra. Ik wil maar zeggen, nee, even terug naar de dood en het leven, zeg maar. Maar wij zijn het leven. Je gaat mij niet vertellen dat de olifanten ooit de mensen gered hebben. Nou, dat geloof ik niet. Terwijl wij hebben wel in de tijd van Noah hebben wij de dieren gered. Noach. Ja, wat je maar, wat voor een Jiddisch jij spreekt, maakt me ook niet uit. Ja, ik was er niet bij. Tenminste, niet in deze vorm. Misschien wellicht in een andere vorm, maar volgens mij ook niet. Want Noach die had niet heel veel andere mensen of aliens aan boord, naar mijn weten. Nou, even terug naar de dood en het leven. Ja, we spreken van het leven. Dat wil zeggen dat wij nu kunnen praten, ademhalen en nou ja, pijn kunnen hebben en voelen. Mm-hmm. Liefde. Maar ik denk toch ook wel dat we soms ook wel dood kunnen voelen in deze tijd van deze aardkloot. Ik weet niet hoe het in de middeleeuwen was. Want misschien was ik daar wel bij, maar dat weet ik dan weer niet meer. Dat is jammer. Maar alhoewel, als we daar heel diep in gaan verdiepen, zou ik dat misschien ook wel kunnen voelen. Maar dat is dan weer een ander onderwerp voor een vervolg. Praat door. Ik, net zoals dat je kan zeggen, het paradijs of de hel, hè, is hier op aarde. Dus denk ik ook wel dat de dood iets is van onze tijd hier op aarde. Dat de dood niet per definitie zo wordt gedefinieerd door andere schepsels in andere parallele levens of bestaanheden. Wat is een parallel leven of een parallel bestaan? Ik doe gewoon even een paar... Je hebt toch alleen maar jou... In mijn geval. Nee, dat voel ik niet zo eigenlijk. Hoe is dat dan? Leg uit. Ja, ik voel mij meer als alleen jou. En dat maakt het soms niet even makkelijk hoor, daardoor. Uh-huh. Ik geloof ook dat we meerdere maskers hebben. Misschien is dat het wel, dat je ziel of zo meedraagt uit veel vorige levens of toekomstige levens. Wellicht. Nogal wie dus. Ja, dat is weird. Ja. Weird science, nee. Ja, dat is weird science, ja. Ja, reïncarnatie en zo. Ja, dat geloof ik zelf niet. Hè, omdat, nee? Nou, in die zin... mijn vader... Kijk. Ja. Die ging de pijp uit aan zijn nachtmerries. En ik heb hem nog van tevoren gewaarschuwd. Verstikkend. Ja, ik zei nog tegen hem, voordat hij... Dus, een pijp? Ik zie iets met pijp. Hij ging de pijp uit, ja. Aan zijn nachtmerrie. Dat is hij echt een overleden. En ik heb wat was zijn nachtmerrie mij, dan? Nou, zijn nachtmerrie was dat hij niet goed gezorgd had voor mij en mijn zus. Dat is een eeuwenoude nachtmerrie. En toen zei ik tegen hem, maak je nou niet zo'n zorgen. Geef mij maar een hengst. Hoezo? Ik had gewoon inkomen. Mijn zus heeft inkomen. En we zijn een wild bunch of zo. Oh, je leeft toch nog steeds? Ja, daarom. Nou, misschien is dat wel. Zei, ja, maar ik zat in de Jellyneck kliniek en ik zat te suipen en Jellyneck, is ook zo'n raar woord, hè? Jellyneck. Ja. Klinkt helemaal niet positief. Nee, helemaal niet. ik ben ook zo blij dat ik niet in Nijmegen woon, waar ze dus ook een nek hebben. En dat probeert dan te winnen van nak. Ja. Oh, sorry. Geen blauwe plek, hè? Oh my god. Oké. Okay. Nou, goed. Terug. Je vader, die ging dus de pijpen uit. Gewoon naar zijn nachtmerrie. Ja, wel. En ik heb de dood. Ja, en toen dacht ik ook. Hij was er nog maar net weg. En mijn zus had nog te huilen.
We waren er allebei bij. Heel niet toevallig natuurlijk. Dingen zijn niet toevallig. Maar zeker niet als zo serieus. En ik voelde gewoon echt. Want zijn geest of zijn wil of zijn participatie in het leven. die wordt opnieuw geboren nu. Nee, dat maar is toch reïncarneren? Ja, precies. Maar dat is niet persoonlijk. Maar bedoel, zijn lichaam is gewoon aan. Mijn vader was gewoon. Mijn vader was een mimovo. Mijn vader was een mimovo. Dat is Grieks of Latijns of zo. En dan zat ik dus in Turkije, waar we het over gehad hebben. Die vakantie, die fijne vakantie in Turkije. Dat ik overkeek. Met de marechaussee. Met de marechaussee, weet je wel. Dus zat ik uiteindelijk daar. Dat is ook Grieks. En toen gingen ze dus. Dus mijn moeder en de nieuwe man. Ja, dat kan ze ook niet, want mijn vader was dood. Het is dat nieuwe man. Een beetje tegen mij mopperen. En nou hoor ik hem, mima man. Ja. Tegen mij zeuren van, ja, maar wat heb je dan? Ik zei, nou, ik wou gewoon dat mijn vader nog leefde. Ja. Die had me wel begrepen. Nou, precies. Je gaat me er niet af, zei ik op Schiphol. Ik sta hier klootzak om 6:30 AM. Met een gescheiden huwelijk toestanden. Ik moet mijn kind in. Zie je en dat jij niet? Gaat mij lopen afzeiken. En je gaat mijn bril lopen scannen op bommen. Ja, kom op! Ooit gehoord van sporten. Dat was een Surinaams. Maar Surinaams kunnen ook van sporten. Of kunnen ze die ze maken een sport van niet sporten. Nou, lekker veel McDonald's eten of zo. Zodat je heel gewichtig achter de lopende band brillen van bejaarde mannen. Semi, hè? Ja. Semi-bejaarde mannen. Semi-bejaarde mannen, ja. Kom on, je bent wel kaal, maar... Ik? Kaal? Nou, zover ik het kan zien... Nee, laten we daar niet in details treden en teruggaan tot het onderwerp. Het is wel zo, ja, ja. Exact. Deze dag. Het vervolg van de dood. Dus dat betekent leven. Dat lijkt me wel, ja. Dus dan zijn we toch bij het punt reïncarnatie. Ja. Is er leven na de dood? Ja. In welke vorm? Een zielsverband? In het voorbeeld wat Jezus heeft gezegd, het is noodzakelijk. Jezus. Hoe je hem ook noemt, Christus, Jezus, maakt me niet uit. Hij zei, het is noodzakelijk dat ik doodga. Ja. Want dan kan ik de Heilige Geest sturen. Ja. Als ik niet doodga en ik blijf hier in de rondte wauwelen. En jullie maar naar me, oh Jezus, oh nou Jezus zegt, nou Jezus zegt wel goed. Ja, hij zei, dat brengt ons niets verder. Ik moet dood. Ja. En dan komt de Heilige Geest. En die heet de Trooster. Oh, de Trooster? Ja, dat is de andere naam van de Heilige Geest. Was dat dan niet dezelfde als Petrus? Of Petrus was een van zijn discipelen. De Heilige Trooster. Geest. De Trooster. Ja, de Comforter. Weet je waar? Ik zie alleen maar een beeld voor me als een joker. Kan dat ook? Zou het ook die kunnen zijn geweest? De Heilige Geest, dat met is... Met een lach. De Heilige Geest, dat is degene, dit is niet echt een persoon, dat is een aanwezigheid van God, want Jezus heeft dat dus gezegd, ik moet dood, en dan snap je. Hij zei eigenlijk... Ik snap hem. Ik moet dood, ja, ik moet gewoon lekker aan de kruis gaan hangen. Maar hij lachte. Ja, hij leefde totdat hij dood ging, met zijn spijkers of zo. Hij zei, en dan heb je... een kans dat je het gaat snappen. En je hebt daders en slachtoffers. Er zijn twee attitudes. Hmm. De ene attitude... Laat me even uitpraten. Ja. Je kan die dader aanpakken. En je kan dat slachtoffer gaan troosten. Dat is de volgende fase. En de eerste fase was... en dat was in de tijd van Jezus... maar dat is 2000 jaar geleden... dat iedereen zich heel erg schuldig voelde... En al die priesters zaten dat erin te wrijven. Van, oh, maar je bent nog niet goed. En je moet 7 dagen. Maar volgens mij is daar niet veel van veranderd. Nou, in mijn leven wel. Want ik voel me fucking niet schuldig. Oh, ik wel. Waarvoor dan? Ja, dat is dus het punt wat ik niet precies kan definiëren. Nee, dat is misschien een... volgende chapter in het volgende, nou leven niet, maar ik zeker wel volgende fase, ja. Daar wil ik wel heen. Je zegt wel iets heel moois en cruciaals. Want ik denk dat daar toch bij sommige families
generatie op generatie een soort verdoemenis ligt. Ja. Die deze pijn die jij nu hebt beschreven over het schuldig voelen. Het schuldgevoel, ja. Het schuldig toch wel georven is door de nieuwe generatie. Ja, en dat is wel zo dat dat verhaal, dat hoofdstuk van het boek, hadden we eigenlijk lang geleden af moeten sluiten. Ja, en dat geloof ik. En daarom doet het ook veel meer zeer als toen. Toen wisten we dat nog niet en we zijn er nu bewust van. En toch kunnen we niet het antwoord daarop geven. En al dus al helemaal niet hanteren. Ja. Jammer dat we geen schermopname hebben. Ik ga eventjes de King James erbij pakken. Ja, ik wou ook bijna iets erbij pakken, maar dan moet ik dus echt... Even kijken hoor. XP. Ik moet echt op bijbelles, dat ik alles uit mijn hoofd leer. Hoe heet dat ook weer? Theologie? Ja. Ibis. Expedient in de Bijbel, expedience. Oh. Ja, en even voor de duidelijkheid, ik ben totaal niet in deze categorie daadkrachtig, maar zeker wel. Zelfs Engels kan ik niet. Sprak zij teder, met al haar liefde. En no direct matches, hoe kan het nou? Wat verdikke me. Kan toch helemaal niet. Zijn we nog steeds in de lucht? Ja, natuurlijk. Nou, volgens mij kan het is noodzakelijk. Volgens mij kan ik gewoon opstaan en even pakken wat ik wil pakken. Ja, doe maar. Ik maak wel even een pauzemuziekje. Ja, dat gaat wel goed. Dat is een heel gedoe. Het is noodzakelijk dat ik sterf. Dat staat ergens in het Nieuwe Testament. Niet Plato. Wil je niet vertellen dat ik sneller ben dan jij? Ja, in dit geval wel. Nou, ik heb hem nog niet. Homo. Bijna. Ik kan het niet vinden. Ik moet me eerlijk opgeven. Ik wel. Oké. Mag jij voorlezen? Nou, ik had dus mijn jaarboek laten liggen bij iemand ergens. Mm-hmm. En wist ik niet, was ik me er helemaal niet van bewust en zo. Maar daar was dus een jonge rapper. En was tevens de vader van een kindje van een vriendinnetje van mij. En veel shit en zo. Maar ik had ook eigenlijk niks anders verwacht dan dat hij inderdaad iets in mijn boekje had geschreven. Oh, dat zijn handschriften. Ja, dit is van... Even kijken hoe zijn handschriften eruit zitten. Dit is van, ik mag in dit geval namen noemen, a.k.a. staat er zelfs bij. Ja. Cherish de Sheriff, a.k.a. Chief Gossel. En hij schreef dus, je moet meerdere keren in verschillende eeuwen leven om voor eeuwig dood te mogen zijn. Dan kan je lekker in je reet stappen. Ik vond hem leuk geprobeerd. Ja. Ja, maar goed, dus hij ondertekent met een handtekening, en de sheriff, en dan kusjes, volgens mij, en dan hou het heilige vuur ten alle tijden brandend. Dat vond ik toch wel mooi. En sowieso... Ja, dit lijkt me ook een beetje Kali of zo. Ja, sowieso, nee, maar naar aanleiding van... het vorige gesprek wat we hebben gehad. Ik zou het nooit gedurfd hebben om in jouw boek te gaan kladden. Oh jawel. Dit is wel ballen. Ja, nou, hij heeft wel ballen gehad om in jouw boek te kladden. Hij is een van de weinigen die dat dus durft. Ja. En dat komt omdat we toch misschien ergens van dezelfde generatie zijn. Terwijl hij is wel 10 jaar jonger sowieso. Maar hij is een rapper, dus een poëet. Hè? Zo zie ik dat dan maar. Mm-hmm. En... waarschijnlijk heeft de nieuwsgierigheid hun gewekt. Mijn boek lag daar. En dan hebben ze er stiekem in gekeken. Hè? Maar ik heb een gouden regel. Ja, een gouden regel. Ja, precies. Maar het was waarschijnlijk naar aanleiding van deze. Hè? En deze komt dus van het graf van de ouders van D. Hè? We gaan geen namen noemen. Uh-huh. En op het graf van zijn vader staat dan... de dood gaat voorbij... het leven is voor eeuwig.
En dat vind ik een hele aparte zin. Want voor mij zou ik in eerste instantie zeggen, het leven gaat voorbij, de dood is voor eeuwig. Ja. Maar ik begrijp wel heel goed wat die eerste zei, hè? De dood gaat voorbij, het leven is voor eeuwig. Want dat is eren, hè? Je eert iemand in leven, niet in de dood. Heel belangrijk dat je hierover begint. Ik ben geen christen hond, ik ben christen wolf. Nou. Ik ben Germaan. Mijn oma heette dus Wolf met twee F'en van achter. Een Germaanse filosofie. Ik hou van Germanen. De Germaanse filosofie, de Germaanse theologie moet je zeggen. De Germaanse theologie. Uit de Edda? Ging het er alleen maar om? Maar je bent hier aarde. Zie jij hem? Ja? Weet je wel, hier. Dit is naar aanleiding van deze tekst. Oké, ik snap het. En dat kan ik niet weten, maar ik zie het. Vond ik een mooi stuk. In ieder geval in de Germaanse filosofie wordt gezegd, want je mag leven zoveel je wil, maar je moet eer. Ja. Weten wat eer is. Eerlijk, weet je wel? Aha. Net zoals moed met een T is, maar moed met een D. Ja. Daar komt moeten van. Dat is ook in het Tibetaanse dodenboek. Ja, die heeft mijn vader, fuck it. Hier, ik sta hier. Dit komt eruit, zowel uit tekst. Okay. Wil je hem horen? Dit is mijn speakbriefje, hè? Hier komt hij. Ja, kom op. Only the soul that is naked and unashamed can be pure and innocent. Ja. Dus wanneer jij je echt ten tonele in het openbaar, aan publiek, naakt durft tentoon te stellen. Ja. Dus tentoon te stellen ook, hè? Want dat is dat ook. Dat zou Christus ook zijn. Het is ook een schouwspel. Hè? Als je dat naakt durft te doen, dan kan jij niks anders zijn dan puur en eerlijk. Dat geloof ik wel. Maar de definitie van puur en eerlijk is ook heel gevoelig, hè? Weet je waar ik ook in geloof? Dat de tijd om is. Hoor. Nou, nee, ja ook. Leven. Ik geloof dat wij met z'n tweeën naar de sauna kunnen gaan. Ook naakt. Ja, ik ga niet in mijn winterjas naar de sauna. Jasses. Godverdomme, rubberjas. En ik heb mijn dochter al eventjes gevraagd of zij dan op Mick wil passen. Oh, lieve. En ze zei natuurlijk. Klops, ja. Dat schatje. Kijk of die Clio het dan doet. Dat is wel een climax. Ik zeg, los ballos, adiosos, twee cervezas. Exact, ja. Dat wordt een leuke dag. Hey, dag lieverds. Ik hoop dat jullie het goed begrepen hebben. Dat we grapjes zitten te maken over serieuze dingen. Er is leven. En dat moet. Na de dood. Absoluut, ja. Nostrof, ja. Exact. Dit was nieuwsuitzending 191. En op zijn Hamburgs zeg ik tjus. En dag lieverds. Dat was goed.